Ik, ja. De stilte van Henry. Ja. Goedenavond allemaal. Ja, via deze weg wil ik een kleine ode brengen aan Henry Verzanten. Zoals jullie weten, een aantal weken geleden overleden is. In de jaren 80 heeft Henry bij ons in de band God Knows the Absence gezeten. De band is opgericht door Peter Dekker, Paul van der Zijde en Andrew Sadler. Wij zaten met z'n vier op de academie en de band had twee basgitaristen. Dat was een opvallende samenstelling, maar geen zanger. En dat bleek een gemis. En via die weg is Henry binnengehaald om de zang te verzorgen bij God Knows the Absence. We werden geschaard onder kunstpop. Zoals jullie weten, Henry was van vele markten thuis, dus hij wist ook het netwerk goed aan te boren. En dat heeft er zelfs toe geleid dat God Knows the Absence, voor diegenen die dat niet weten, een platencontract had gekregen bij SSTT. Helaas, nadat de opnames en alles klaar was, ontstond onenigheid in de band. En dat was ook het einde van God Knows the Absence. Die is in een kleine samenstelling, korte tijd moet ik eigenlijk zeggen, nog wel een poging gedaan met Ruud van der Pluim erbij. Om de band weer een nieuw leven in te blazen. Dat is niet gelukt. Wat wij nu vanavond gaan doen om Henry te herdenken, dat is dat we vier nummers uit het tijdperk van God Knows the Absence gaan naspelen. En dat proberen we dan zo volledig mogelijk te doen. En dan beginnen wij met het nummer Distance. Erg toepasselijk zou je zeggen, maar het is echt uit de jaren 80. Ik zou zeggen veel plezier. Apocalypse, I fall from my mind. Apocalypse, I fall from my mind.
Goedenavond. Welkom hier op het zogenaamde World Wide Web. Wij zijn Fast Bullet Tuesday. Live uit de toffe peer. Er zijn nog avonden beschikbaar. En ik ga je even onszelf voorstellen, want voor jullie is het allemaal nieuw. We hebben al een leuke Facebookpagina, maar dat wil niet zeggen dat u hem ook kent. Wij zijn nog niet in de landen geweest. Maar we gaan toch even hier de voorstelling doen. De voorstelling van Fast Bullet Tuesday. Wie wij zijn, wat we doen en wat we hier in de hemelsnaam aan het uitvoeren zijn. We hebben hier aan, voor u aan de andere kant, een gitarist van God Knows the Absence. Jawel, we hebben met veel moeite binnengekregen. Heeft wat overredingskracht gekost, maar dit is Ronald Motta. Ronald Motta. Ik zal het niet nog een keer zeggen, Ronald Motta. Dan hebben we hier aan de andere kant, ook met snaren behept, onze bassist, waar we heel blij mee zijn. Want goede bassisten vinden, dat is tegenwoordig niet makkelijk. En daar hebben we dan onze bassist, uw hand hard applaus voor, Sander Nederveen. Sander Nederveen, ik zal het niet nog een keer zeggen, Sander Nederveen. Dan hier achterin, altijd verstopt, want de drummers zijn een beetje verlegen. Ik zou niet weten waarom. Want ze zijn keihard. En hier hebben we hem dan, onze drummer, waar we ook heel blij mee zijn. Onno van Beek. Onno van Beek, hij gaat even staan. Staan drummen kan ook, maar hij zit even nu. Het is even nu zo. Ik zal het niet nog eens zeggen. Onno van Beek. Dan moet ik mezelf ook voorstellen, want dat is de gebruikelijke usance hier. Mijn naam is John Riesebos. En ik doe iets met zang en normaal met keyboard, maar... Het keyboard past niet, want er staat nu daar een tafeltje met mijn laptop en een monteringzooi. Dus ik kan even het keyboard niet gebruiken. En wel, ik denk dat ik nu al genoeg geleuterd heb. En sommige mensen hebben de hele live video eruit geklikt. Wat gaan we hoor? Dan kan ik net zo bij tv gaan kijken. En naar stomme praatprogramma's met mensen niks zeggen op anderhalve meter afstand. Wij houden hier ook de afstand aan. Wij zijn helemaal coronaproof. Een nummer doen, er kunt op gedanst worden. Deze tijd is dansen zeer belangrijk. U kunt de kilo's mee afvallen. Ik zou het ook eens moeten doen. Yeah.
Dank voor de aandacht en laat de zon schijnen op datgene wat Henry heeft nagelaten.